Wanneer YouTubers een bepaald aantal subscribers halen, dus een mijlpaal, maken ze altijd van die typische video's erover. Dus ja, dit is zo'n typische video. En nog één subscriber en we hebben de freaking 100.000! Oh my fucking kutzooi shit! Holy moly freaking moly! Maar deze video is dus echt om je te doen. Every day and not get much pay. I got a big guy counter, it's a pretty good rig. Ik heb namelijk gonna need a start to click and that's where I'm gonna do. Oh my fucking god, dit wereld is gewoon money, money, honey, rock and roll. Rick it in, make it look like hey. Ik heb mijn bed kapot gemaakt. 25.000! Laat de kant zien! Ja! 90ste minuut! 3-3 motherfuckers! Kapow! Kapow! Ik zie me now in mijn long Cadillac. Hinges in de baby's back, wheel on the back. Man, don't you know I'll be hard to stop. Oh, ik heb het! Wel mensen. Dit is echt fucking goede bami, echt serieus. Dit is echt de beste bami die ik tot nu toe ooit heb gegeten. Ik zou dit beter eerlijk gezegd elke dag moeten eten, want serieus guys, proteïne zit er ook in. We hebben de 100 fucking duizend abonnees behaald. Om dit nu tegen de camera te zeggen heb ik 4 jaar lang op moeten wachten. 4 jaar lang heb ik echt mijn best gedaan om YouTube video's te maken. 4 jaar lang heb ik school op het spel gezet. Nee, ik heb school eigenlijk verneukt om mijn YouTube droom waar te maken. Dus bij deze neem allemaal wat bami om het te vieren ofzo. I don't fucking know. Ik herinner me het nog toen ik nog een kleine YouTuber was. Zoals gisteren. Gisteren had ik nog maar 99.135 abonnees. Man oh man, wat was ik een kleine YouTuber. Maar nu, nu heb ik de fucking 100.000 abonnees. Neuken? Nee. Nee. Oké. Okay. En nu ga ik de meest cliché speech houden die elke YouTuber zegt. Als je een droom hebt, dames en heren, ga ervoor. Maakt niet uit wat ze tegen u zeggen. Ga voor die fucking droom. Als jij in jezelf gelooft, dan gaat jij je droom halen. Ooit was ik een jongen. Met een rot slechte camera. 0 subscribers. En ik had maar 1 droom. Oh ja, mijn droom was om een bekende YouTuber te worden. Ik strijdde elke fucking dag om de beste video's te maken. Is mijn camera nu weer plat? Godverdomme. Nu dat mijn camera is opgeladen en ik buikpijn heb van de bami, absoluut. Ik denk dat ik moet gaan kotsen. Ik ga het kort houden, want als het voor mij afhing, ging ik nog een half uur tegen de camera staan praten van hoe dankbaar ik jullie ben om dit eindelijk te halen. 100 freaking duizend abonnees. Dat is niet iets dat elke dag gebeurt of iets dat iedereen... Ik kan gewoon niet uit mijn woorden komen. De 4 jaar die ik op YouTube heb gespendeerd hadden heel veel ups en downs. En 1 downie. Get it, downie. Slechte grap, kut. At the end, het is ook maar een getal, mensen. Het is niet dat er nu iets drastisch gaat veranderen aan mijn kanaal nu dat ik 100.000 heb gehaald. Ik bedoel, het is niet dat ik nu een dikke nek ga krijgen of zo, want dat heb ik al sinds ik 500 subs heb. Het is nu heel moeilijk voor mij om mijn blijdschap te verwoorden tegen de camera. Want langs de ene kant is het ook weer niet dat ik jullie nu extra dankbaar ben, of weet ik veel wat, bij het behalen van deze mijlpaal. Want stiekem, maar dan ook heel stiekem, geniet ik van elke seconde, elke minuut dat ik gewoon... Al jullie support, al jullie lieve reacties, al de weergave, etcetera, zie en... Gewoon, ik had dit nooit van mijn fucking hele leven ooit kunnen denken dat we dit zo ver zouden kunnen halen. Ik ben gewoon heel blij met wat ik doe. Ik ben blij dat mensen het kunnen appreciëren. Ik ben ook blij dat sommige mensen het niet kunnen appreciëren, want die mensen moeten er ook zijn. En weet gewoon dat ik van jullie hou. Elke persoon van die 100 fucking duizend. 11 miljoen keer bekeken op YouTube en 100.000 vaste mensen die wel af en toe eens terugkeren om je video's te zien, dat is onbeschrijfelijk. Want eerlijk gezegd voel ik dat niet. Ik bedoel, ik sta nu ook maar alleen in mijn kamer. Het is niet dat er paparazzi voor mijn deur staat, dus ja, ik ben ook maar gewone mensen. Ik ga geen mensen bedanken in deze video, want alle mensen die mij hebben geholpen, iets of wat gesteund hebben, of gewoon de mensen die een bedankje normaal zouden krijgen in deze video, die weten dat gewoon van hunzelf. En naar al die gasten die nu aan het kijken zijn. Weet je wat dat betekent? Ja, dat is mijn hart ofzo.
I don't fucking know. Nogmaals, ik hou van jullie. Dit was de video. Smash die freaking duim omhoog. En op naar de 200.000 subscribers.